hoe de Kompos 68 tot stand is gekomen, de groep. Ik denk dat het in eerste instantie een combinatie was van colleges, esthetica die ik had in Leuven. Ik was bevriend met Arthur. Ik werkte toen als assistent van een Amerikaans professor. En samen met hem werkten we aan het probleem van de bladstanden. En daar hadden we computermodellen voor gemaakt. En dat genereerde ook een soort grafische output. Dat was nogal bijzonder in die tijd. Om plaatjes te laten maken door de printer. Ja, en toen ik die dingen zag, toen dacht ik wat je zou kunnen doen. Dat is om een algoritme zo te maken dat er op basis van één theoretisch principe, een esthetisch principe, het mogelijk zou moeten zijn om een oneindig aantal composities te laten genereren die dus allemaal teruggaan op die basistheorie. En je had vernomen dat ze in Zagreb dat er pas een symposium was geweest. En toen heb je een briefje heb je naar die mensen geschreven. Ja. En toen kregen we per keer in de post kregen we een uitnodiging van... over een paar maanden is er een tentoonstelling, doe ook mee. En toen zijn we als een gek begonnen om iets te fabriceren. In die tijd kwam de computer, dit was al heel chic was dat, want het meeste wat eruit kwam was een regeldrukker. Toen heeft Arthur, die heeft op een gegeven moment iets verzonnen waarmee je met die regeldrukker toch mooie dingen kon maken. Werd er op zo'n regeldrukkervel, dat zie je hier, werden de patronen die werden waar die vlakjes moesten. Ja, er stond er dan R1, 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 dat waren de vier hoekpunten van het eerste rode vlakje. En er zat een prikkertje bij. En vier stukken etalagekarton. Eerst ging je met het zwarte ging je de vier prikkertjes doen. Dan kon je precies zien waar je het op moest plakken. En dan deed je het op de rode. En dan kon je het netjes uitsnijden. En kon je de zaak oplossen. Nou, daar waren ze van in dat socialistische Joegoslavië van onder de indruk. Dat je doe het zelf kunst dus voor de grote arme arbeidersmassa bereikbare unieke kunstwerken. Dus wij op een gegeven moment, die tentoonstelling in Zagreb. Jongen, ik deed bijna in mijn broek, deed ik, van toen we daar aankwamen. Want ik dacht, ja, zo meteen vallen we door de manten. En uiteindelijk, tot onze grote verbazing, hebben we dan al een prijs gekregen. Ja, en dat was voor mij ook wel het idee, als je met drie van die jonge jongens die er totaal geen verstand van hebben... Dan dacht ik, nou, dan stelt die wereld toch wel heel weinig voor. Dat was het eigenlijk wat het bij mij achterliet. Nee, ik heb het altijd van bepaald belang gevonden. Ik vond die theoretische esthetica op basis van algoritme vond ik buitengewoon interessant. En ook toen het Zagreb was afgelopen, zijn we nog een paar keer uitgenodigd door musea om mee te doen. Dat vonden wij te ver gaan, omdat we ons geen kunstenaars voelden. Zijn er ook mee opgehouden. Maar ik wist heel zeker, dat heb ik tegen veel mensen verteld, dat er ooit belangstelling zou komen voor Kompos 68. En het heeft mij toen niet verbaasd dat Darko Vriet, curator van het museum in Zagreb, op de stoep stond op een gegeven moment. En die was geïnteresseerd in Kompos 68. En uiteindelijk heeft dat weer geresulteerd in een aankoop van het museum in Karlsruhe voor Kunst und Medien om dat hele pakket Kompos aan te kopen. En als je terugkijkt en je kijkt ook naar het boek van Margit Rozen, dan het is geen zeer belangwekkend, maar toch is het voor de geschiedenis van computeresthetica toch interessant.